We hebben het tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boekel al gehoord van mevrouw Willemien van den Broek dat de stichting Leergeld, Geemert en Omstreken, ja, al jaren fietsen verzamelt. Fietsen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Een aantal jaren zijn ze gevestigd, zeg maar, in het gebouw van het land aan de Boekelseweg. Daar worden die fietsen verzameld en door Harry van den Berg en Wouter Jansen weer helemaal opgekalfaterd, zodat ze aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunnen worden gegeven die daar behoefte aan hebben. Ze gaan verhuizen. Vanuit de Boekelseweg in Geemert gaan ze naar de Scheiweg. Hoe laat dat ze, of hoe lang dat ze dat gaan doen, dat moet nog eventjes de vraag. Het is wel de bedoeling dat straks in alle drie de gemeentes, de gemeente Geemert-Bakel, in Laarbeek, maar ook in Boekel, deze fiets komt te staan. Dit wordt, zeg maar, het fietsengezicht van de Stichting Leergeld. De fietsen gaan verhuizen vanuit de Boekelseweg richting Scheiweg, waar straks samen met Sensor een heleboel mensen toch weer gelukkig worden gemaakt. Samen met Harry van den Berg is Wouter Jansen, fietsmaker voor de Stichting Leergeld Geemert en Omstreken. Wouter Jansen, inmiddels zitten we hier eigenlijk, ja, zeg het maar, op de laatste locatie, want jullie gaan verhuizen. Ja, dat klopt. We gaan naar de Scheiweg bij Creative Productions. Huren we nou een stuk en vandaag gaan we de fiets overhuizen en dan gaan we daar aan de gang. Je zit hier eigenlijk in het gebouw van de Atlantgroep. Hoeveel jaar heb je hier gezeten en wat hebben jullie eigenlijk hier precies gedaan? Wij zitten hier nu plus minus 2 jaar, denk ik. Misschien iets langer, iets korter. En we hebben hier in totaal, ik denk, al 130 fietsen gemaakt voor kinderen die het thuis financieel de oude lui niet voor elkaar kregen. En daar maken wij de fietsen voor en die brengen we dan naartoe, dat iedereen mee kan doen. Want hoe krijgen jullie die fietsen dan eigenlijk hier in het bezit? Wij krijgen van de gemeente Boekel, de gemeente Geemert en de gemeente Laarbeek krijgen wij elk jaar de fietsen die blijven staan. Tevens doe ik af en toe zelf wat reclame maken op Facebook als we fietsen nodig hebben. En dan, ja, daar komen ook ooit reacties op. Want jullie gebruiken eigenlijk deze fietsen, gaan veel door het jaar heen weg. Want maken heel veel mensen gebruik van die mogelijkheid om toch een fiets tot een beschikking te krijgen? Dat wordt steeds meer. Door de reclame, zeg maar, op Facebook, dat er steeds meer mensen zeggen van dat is een goed initiatief. Oude fietsen, ja, veel mensen doen hem weg of voor oude ijzer. En dan zeggen ze, ja, als jullie hem op kunnen knappen en iemand anders blij mee kunnen maken, dat is ook goed. Want hoe doen jullie dat met de materialen? Hoe kom je aan materialen? De materialen die haalt Harry van den Berg bij een fietsmaker in Beekendonk. Ik weet zo even de naam niet, maar Harry die heeft er connecties. En Harry heeft thuis ook een magazijn met heel veel spullen. Ja, en als je iets kan maken met iets waar niks of praktisch niks kost, dan maakt Harry dat. Ja, hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig zo door de week? Hoeveel dagen? Ja, een goede dag, zeg maar. Misschien 8 uur. Maar ja, ik werk thuis dan de administratie bij en de foto's mail ik door. Ik print de bonnen uit. Ja, en verder overdag hier, donderdags. Nu gaan jullie verhuizen richting de Scheiweg, een ander pand. Gaan jullie op een andere manier werken, samen met Sensor? Dat is wel de bedoeling, maar ja, hoe of wat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt er zijn er tijd, ik hoop op korte termijn, duidelijkheid verschaft aan ons. Stel dat mensen nog eventueel fiets thuis hebben staan en zeggen van wij doen er niks mee, we willen het geven aan een goed doel, aan de Stichting Leergeld Geemert en Omstreken. Hoe kunnen ze eigenlijk met jullie in contact komen? Nou, het makkelijkste is via Facebook, daar sta ik ook op, Harry die. En ik haal de fietsen op en als het buiten Boekel of Geemert is, dan haalt Harry ze meestal op. Kortom, er is weer een 2017 veel werk voor jullie weggelegd. Ja, we krijgen, ik denk dat we weer een druk jaar voor de boeg krijgen. Ook vooral om de kinderen vooruit te helpen en mensen die het zelf niet kunnen.